Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Curaçao vlog. Het is een van de laatste dagen op Curaçao. Nou, het valt eigenlijk nog wel mee. Maar ik denk de 5e of 6e vlog alweer. En als je heel veel zin hebt in vandaag, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. Schijnt dit door? Nee. Nee? Nee. Ja, nu wel, ja. En heel veel kijkplezier. Hoeveel dagen zijn we op Curaçao? Al best wel lang, 5 of zo. Het is nog echt heel erg vroeg. Het is namelijk 6:30. Floor en Voske die moeten 4 dagen per week naar stage toe. Dus vandaag ook. En dat begint om 7:00. En we hebben nu de auto. Dus we gaan hem brengen. En dan gaan wij... dan gaan wij lekker eventjes wat ontbijten. En dan gaan zij naar stage toe. En dan gaan wij alvast bij... Welke strand ging ik ook weer naartoe? Ik ga bij Kokomo. Kokomo Beach. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb vannacht alleen niet zo goed geslapen. Ik heb echt de hele tijd wakker gelegen. Dus dat is een beetje stom. Maar ook weer niet heel erg. Want ik kan straks natuurlijk gewoon de hele dag op het strand chillen. En ik ben zo benieuwd of ik van elke dag een video kan maken. Of dat het dan echt heel kort wordt. Dus ik moet daar echt nog eventjes naar kijken. Ik dacht, anders dan doe ik er ook nog wat shoplogs of zo tussendoor. Ik moet nog eventjes kijken. Maar in ieder geval... heel veel kijkplezier. Hebben jullie zin in stage? Ja! Mooi. Nou, Chris en ik gaan lekker op het strand liggen. Ja, kut zo. Je moet het drinken toch. Dan doen we dat toch zo? Ja, we halen dan een stage. Ja? Makkie. Makkie kakkie. Ja, dan rijd ik zo hard dat we gewoon rollen naar stage. Oh ja. Ik denk van je mars. Oké, nou, wij zitten weer in de auto van de Autodeal Curaçao. Maar jongens, nee, maar dit is wel oprecht. Zonder auto ben je hier wel niks. Ja, klopt. Ja, dus ik weet ook niet hoe wij het volgende week weer gaan doen, maar... Alsjeblieft. Jullie hadden gewoon je rijbewijs moeten halen. Of je gebek halen. Of... moet je bag houden. Of je had... zonnebrand hier? Ja. Of je had... Even wachten. Of je had gewoon een nep rijbewijs moeten maken. Ik ga deze mensen even vlog zitten. Hallo! Je wordt hier nooit gevraagd om je rijbewijs. Volgens mij mag je de wegen zijn hier echt onderweg naar Kokomo Beach. Wel mooi hier zo tussen die bergen. Heel mooi. Echt mooi voor harder. Echt mooi. Ah! Bizar. Wat bizar. Dat staat op de vlog. Ik heb denk ik niet gefilmd bij de andere dingen. Nee hè? Nou, we waren dus een restaurant zoeken, maar het was een beetje een opgave. Dus we zitten nu bij het heel Nederlands. Ik heb echt geen idee wat het is. En we hebben een lekkere smoothie met banaan en aardbei. En we gaan lekker ontbijten, een Nederlands ontbijtje. En dan gaan we naar Coco. Naar Coco. Coco. Ja, er is heel veel zin in. Eet smakelijk. Ik hoop dat ik het ontbijt heb gefilmd. Denk het wel, toch? Oké, wij gaan dus nu naar Coco. Maar het is nu pas 9:10, dus zijn we lekker op tijd. Dan kunnen we een leuk bedje uitzoeken. Heftige beelden. Of heftige ervaring. Jongens, ik ging net foto's maken bij de schommel en ik ben dus gebeten door een vis. Echt, alles heeft vakantie gaat fout bij mij. Het is echt... Kijk, jongens. Ik ben gebeten door een vis. Nee, maar dit deed echt heel veel pijn. Maar ik voelde hem gewoon zo tegen me aanzwemmen. Toen ging hij opeens eraan knagen. Nee, het is echt niet grappig. Ik had van mijn bucketlist. Oké, we zijn bij Kokomo Beach. Al een tijdje. Wij liggen hier al best lang. En het is wel een leuk strand. Want je hebt daar die schommel. Die zal ik straks even filmen. En... ja, het is gewoon een mooi strandje, alleen heel veel stenen. En ik ben dus gebeten door een vis, maar dat had ik wel verteld, denk ik. Wat zit er zo mee? En ze zien heet het allemaal beesten hier, maar ik snap niet wat ze zien. Ja, bijtende vissen. Ja, bijtende vissen, denk ik. Piranha's, denk ik. Piranha's. En Chris gaat zo meteen Floor en Vos halen van stage en dan blijf ik hier lekker liggen. Want we willen werken aan de tan. Maar hier is het heel raar, want hier is dit dus donker, dat licht en dan donker. Ik denk dat daar zand ligt.
Echt zo bijzonder. Ja. Ik kom niet zo bij. Zo'n kleintje onder zo'n haar van de baby vier. Oké, het is inmiddels weer middag en Furful zijn terug van stage. En we zitten bij Kokomo, lekker wat te eten. We hebben gewoon een panier besteld, we hebben vanochtend ook al heel veel gegeten. Dus we gaan lekker eventjes wat eten en drinken met Zeezicht. Ciao! Eating at the sea. Oké, ik heb de hele dag bij Kokomo Beach gezeten. En we zitten hier dus nu. Dit is de eerste keer dat we met zonsondergang op het strand zitten. En het is echt prachtig hier. Echt heel mooi. Wauw. Ga maar hoor. Dus we zitten nu lekker hier zo. Nog even de laatste zonnestraaltjes mee te pakken. En dan gaan we lekker straks uit eten. Echt heel veel zin in. Het is inmiddels avond. We hebben de hele dag bij Kokomo Beach gelegen. Was echt super fijn. En we hebben dus voor het eerst zonsondergang daar gezien. Gewoon voor het eerst ik op Curaçao. Was echt heel fijn. Ik denk dat ik vandaag wel heel weinig heb gefilmd. Dus ik weet nog niet precies of ik nou echt een hele aparte video ga maken. Dus ik moet er nog even naar kijken. Maar ik ga vanavond wel weer lekker vloggen. En ik ga vanavond samen met Forsje uit eten. We gaan bij Blauw eten. De eerste ochtend hadden we daar hebben we daar ontbijt gehad. We gaan nu dus lekker daar in de avond eten. En ik had niet zo zin om mijn make-up en zo te doen. Dus we hebben gewoon het een beetje bescheiden gehouden. Nou, volgens niet. Die is de lipjes aan het doen. Ik hou het wel bescheiden hoor. En ik heb gewoon even lekker een staartje. Want anders moet ik ook weer mijn haar feunen en zo. Dus ik heb gewoon een rokje aan van My Jewelry. En een topje van de Zara. En dit jurkje is van... Van de mango. Van de mango. En wij gaan lekker rustig uit eten. We hebben wel pas om 8:30 gereserveerd. Dus wel over 10 minuten hoor. Maar we dachten we doen een keertje wat geks. Ik lijk wel een beetje rood. Maar dat lijkt niet okay. Op de camera. Wij zijn aangekomen bij Blauw. Heel leuk. Maar het zijn dus eigenlijk een soort van drie huisjes die daarbij horen. Ja, het is ook een soort hotelachtig, hè? Ja. Er zit ook een winkeltje. Heel leuk. En hierbij hoort dus het restaurant. Waar we dus nu gaan eten. Waar we ook een keer hebben ontbijt gehad. Heel leuk. Dat is mooi daar. Ja, heel mooi. Dat is ook gelijk een voet. Nou, mijn camera is een beetje wazig. Heel leuk. Dus je loopt hier tussendoor. Tussen het gele en het groene huisje. Ja. En die gaan we lekker eten. Zoveel zin in. Ik heb nu wel weer een beetje trek. Ik heb ook trek. Oh, wat leuk. Ja, heel gezellig. Lekkie. Zullen we proosten? Nog even. Ja. Even de vlog. Leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Ja, ik ben hier ook heel benieuwd naar. Het is een soort klein soepje. Wat zei die eigenlijk? Welke smaak voelt de aardappel? Past die naar? Ik vind het wel lekker. Ik vind het ook lekker aan mijn voetje. Ja. Eet smakelijk. Is dat die scherp? Het lijkt minder mooi, maar het ziet er heel mooi uit. Lekkie. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Curaçao vlog. Het is vandaag onze laatste dag op Curaçao, onze laatste volle dag. Maar we gaan nog allemaal hele leuke dingen doen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is echt pas bijna 7 uur. En wij lopen richting de auto die we hebben van Stage de Curaçao. En wij gaan nu... Ik vertel het in de auto even verder, want het is heel veel lawaai. Dus het is nog heel vroeg en wij gaan nu Furful naar stage brengen met de auto. En daarna gaan wij naar het strand en gaan we in de avond gaan we naar Mambo. Want we gaan naar, hoe heet dat feest of zo? Gewoon naar Happy Hour. Dus dat is heel leuk. En dat is eigenlijk onze laatste avond. Want morgenmiddag vliegen we weer naar huis toe. Ik weet nog niet precies hoe ik het met de vlogs ga doen. Of dit een nieuwe is, maar anders. Leuk dat je kijkt. En...
Ik ben eigenlijk best wel blij dat ik gewoon vroeg wakker ben, want ik had ook niet langer in mijn bed kunnen blijven liggen. Oké, wij zijn aangekomen bij Mambo Beach. We gaan even kijken waar we kunnen ontbijten. En het is hier echt heel leuk. We hebben hier alleen in de avond gekeken. Misschien ga ik zo even een foto maken van die palmbomen. Of nu. Eet smakelijk! Nou, we hebben ontbeten bij Cabana. Was heel lekker, maar de service was echt heel slecht. Maar ja, dat is natuurlijk wel per dag misschien verschillend. Maar de service was echt niet oké. En we liggen dus nu hiervoor. En kijk hoe leuk dit eruit ziet. Echt, I love it. En daar is lekker de zee. En we hebben dus van die zachte bedjes. Dus dat is heel chill. En we gaan nu lekker hier liggen. Oké, we hebben even onze handdoeken neergelegd. En we gaan dus nu even cadeautjes kopen. Ik ga even een cadeautje kopen voor mijn vriend. En Chris gaat ook even een cadeautje kopen voor zijn vriendin. En we gaan gewoon even kijken of we nog misschien iets leuks zien, ook voor thuis. En daarna gaan we dan op het strand liggen tot 1 uur. En dan wachten tot Floor en Vos klaar zijn. Echt een hele leuke winkel. Dit hoekje is ook echt hoe ik mijn huis zou inrichten. Niet zo allemaal op elkaar hoor, maar... Nou jongens, bij Mambo Beach zit dit winkeltje heel leuk. Ik heb dit armbandje gekocht met curaçao. En Chris heeft een cadeau gekocht voor Floor. Heel lief. Echt een cutie. Nou, Vosje is ook weer terug van stage. Oh. Eten. Lekker. Zal ik het gewoon hier zetten? Ja. Oké, het is inmiddels middag. We hebben vandaag de laatste dag dus bij Mambo Beach gelegen. Het was echt heel erg fijn. Alleen we gaan dus straks naar happy hour en dat begint om 5 uur. Dus we moesten wat vroeger weg en moeten daarvoor ook eten. Dus we hebben ons nu klaargemaakt. Dit topje aan en dit rokje van My Jewelry en de topjes van Shein. En we gaan dus, ja, het is gewoon een feestje op het strand. Het is gewoon happy hour, dus dat is echt super gezellig en heel veel zin in. Ze hebben ons nu lekker klaargemaakt en dit is ook onze laatste avond. Want morgenmiddag gaan wij weer naar huis. Dus we gaan de laatste avond nog echt iets heel leuks ervan maken. En lekker heel veel feestjes en drinken, dus dat is heel erg leuk. En we gaan zo dus eerst nog eventjes wat eten. Ik twijfel een beetje of ik mijn camera mee moet nemen, maar ik denk dat ik het wel ga doen. Dus, en anders film ik gewoon met mijn telefoon, dus dat is ook goed. Nee. Oké, we gaan lekker eten. Zin in. Even een lekkere snackbar hap, toch? Zeker. Kijk, zo ziet het eruit. Oh, ik wilde even op de vlog. Oh. Hallo. 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 Ja. Wat wil je zeggen tegen mijn volgers? Volg Voske Wassen op Instagram. Nou, dat hoeft niet hoor. Maar ja, ik zou zeggen, kom allemaal een keer naar Curaçao. Ja, Curaçao is echt leuk. Hier zijn. Wat vind je vast? Oké, we zijn aangekomen bij Cabana. Daar is dus zo. Is nu de happy hour. Dus we gaan zo lekker drinken. Oh, willen jullie even op mijn filmpje erbij? Daar ben ik weer. We hebben er zin in! Ziza zin in! We hebben net even mooie foto's gemaakt. Dat doe jij net, hè? Oh, rokje is van de Zara. Topje is van de Stradivarius. H&M. Van de H&M. Rokje is van Levi's. Topje van Lovies. Slippers. En die jij? Topjes van Shein en rokjes van My Jewelry. Leuk! Okay. Het is vandaag de laatste dag op Curaçao. Ik vlieg vanmiddag om 4 uur naar huis. Dus ik weet echt niet of dit een nieuwe video is. Maar anders, leuk dat je kijkt. En gisteren hebben we een heel leuk feestje gehad. Dus ik ben nog best wel moe. Maar door de jetlag ben ik best wel wakker. Maar als je heel veel zin hebt in de video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ja, het is dus vandaag de laatste dag, want ik ga weer morgen naar huis. Ik ga vandaag namelijk weer gewoon naar huis toe. Ik vlieg dus om 4 uur, wat ik net zei. En we gaan dus nu nog even bij het zwembad liggen, want het is nu pas 7:50. Dan moet ik zo de auto inleveren van de auto die op Curaçao. Was echt heel chill, de auto. En dan wordt hij zo meteen gewoon weer opgehaald, dus dat is ook super fijn. En ja, ik heb nog zin om even lekker bij het zwembad te liggen en dan...
gaan we naar huis toe. Heel graag. Yeah! Oh, lekker zeg. Heerlijk dit. Ik had dit ook nodig nadat wij hebben geslapen. Je belt op de chocoladesaus. Eet smakelijk! Lek ontbijt with a view. Was lekker. Ja, maar ik ja, kan altijd nog een andere keer. Oké, nou, we liggen dus al de hele tijd bij Saint-Tropez. We hebben net de auto ingeleverd. Het was echt heel chill voor deze week. En Floor gaat nu even een vlecht in mijn haar maken. Leuk! Nou, wij hebben nog de hele dag bij Saint-Tropez gelegen. Nou, de hele dag, de hele ochtend. En ik heb net even gedoucht en mijn koffer ingepakt. Floor heeft dus mijn haar ingevlochten. Ik heb echt babyvlechtjes. Maar mijn koffer staat klaar en we gaan over... hoe laat is het eigenlijk? 1:15. Dus we moeten wel een beetje opschieten. En dan gaan we zo naar de airport. Dus dat is helemaal prima. En dan vliegen en dan kom ik morgen weer aan. Dus ik zal nog even wat beelden maken. En kijken of we nog kunnen regelen voor de stoelen. Oké, ik ben aangekomen op het vliegveld. Ja. We moeten nu afscheid nemen. Want Floor en Vos blijven hier nog 7 weken. En ja. Ik ga nu met de vriend van Floor weer naar huis. Terug naar Nederland. Ja, en dat zien we je over 7 weken. 7 weken. Woehoe. En het was zo gezellig. Heel gezellig. Ja. Ik geef het een 10. Ik ben weer thuis. Ik heb echt bijna niks gefilmd van de terugweg. Het was echt best wel veel vertraging. En het duurde heel erg lang. En ik had er ook niet meer veel zin in. Omdat ik toch naar huis ging. Mijn haar zit nog steeds in deze vlechtjes. En ik ben nu wasjes aan het draaien. Ik ben echt net thuis. Maar ik vind het gewoon chill om gelijk eigenlijk alles te wassen. Dus ik ga nu lekker douchen. En dan ga ik vanavond naar mijn vriend toe. Ik ga alle video's editen. Ik heb er echt mega veel zin in. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie de Curaçao vlogs leuk vonden. Ik ben heel benieuwd wat ik ervan heb gemaakt. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!